echt, joh. Maar ik leg lekker uit buitenbeeld van een vies. Nou. Een vraag stellen wordt lastig zeker over hun, hè? Nu. Ja, kan in de chat, maar dan moet jij eigenlijk de chat meekijken. Ja, ik kijk af en toe wel even mee. Ja. Maar ik zie ook dat ik op een andere. Ik moet even op een andere account gaan zitten. Koffer.nl, ja, precies. Feedback loop ben ik aan het maken. Want nou doet hij het niet. Maar hoe kunnen ze nog vinden? Wat kies je nou kattik.nl? Ja, gewoon www.kattik.nl, staat hij gewoon op de homepage. Kijk hier, Thijs. Hier. Als je gewoon naar kattik.nl gaat, is het eerste wat je ziet is online theorie les Rijsvolgens Aanenburg. Kijk. Moet je hem even verversen. Eén keertje. Cookies verwijderen. Kijk, want hier heb ik hem gewoon. Maar dan moet je even F5'en of even er helemaal opnieuw in. Je kan het hem dan gewoon even updaten. Even kijken, man. Ja, nou zie je hem, toch? Ja. Zullen we allemaal van start gaan dan? Ja, dat is eigenlijk wel. Ja. Goedemiddag allemaal. Welkom bij de volgende theorieles. We zijn aangekomen bij de tweede theorieles van de drie stuks. We hebben er al één gehad vorige week. Vandaag de tweede en waarschijnlijk volgende week de derde, als ik het goed heb. Maar goed, hou de social media's in de gaten en dan blijf je op de hoogte. Je kan ons volgen op Facebook en op Instagram. En kijk ook eens even op katten.nl, waar je nu ook zit te kijken. Nou, telefoon is ook wel lastig. Ja, deze theorieles is een gecombineerde les. Gecombineerd voor de motortheorie, de bromfietstheorie en de autotheorie. En waarom is dat nou gecombineerd? Ja, omdat 90% van die boeken eigenlijk hetzelfde zijn. Hè? Die 10% dat het anders is, dan hoor je mij wel eventjes aangeven. Joh, let op, dit is speciaal voor de automensen of dit is speciaal voor de bromfietsmensen belangrijk. Hè? Mocht je na deze les toch het idee hebben van, goh, ik vind het toch nog lastig, die theorie, dan kun je altijd even contact opnemen met de rijschool voor eventueel een privélesje. Dan kunnen we even één op één gaan zitten om te kijken, goh, waar vind je het nou het lastigst? Waar gaan we het vandaag over hebben? Verschillende soorten wegen. Spoorwegovergangen, plaats op de weg, voorsorteren, kijkgedrag, inhalen en passeren, afstand houden. En natuurlijk sluiten we weer af met de voorrang.
En de voorrang, daar sluiten we iedere les mee af. Dat wordt iedere keer herhaald. Waarom? Ja, dat is gewoon, dat merk ik gewoon dat dat altijd voor iedereen het meest lastigste is. Hè? Dan moet je dat verhaal een paar keer gehoord hebben voordat je denkt van ja, die voorrang, dat snap ik nu helemaal. Hè? Want dat is best wel lastig. Nou, we eindigen ook met een kleine verkeersquiz in de vorm van voorrangsvragen om te kijken of die voorrang een beetje is blijven hangen bij iedereen. Goed, verschillende soorten wegen. Wat moeten we allemaal over wegen weten? Nou, we moeten bijvoorbeeld weten wat binnen de bebouwde kom en wat buiten de bebouwde kom is. En dat kan ik onder andere zien natuurlijk aan de borden die aangeven dat ik de bebouwde kom inrijd zonder rode streep. Of de bebouwde kom verlaat met een rode streep. Het verschil is natuurlijk, ja, die bewoning en hier wat grotere wegen en wat harder wordt er gereden daarom. Verder hebben we dan nog de provinciale wegen, de N-wegen. Dus ook wel, ja, die worden door de provincie bijgehouden. En we hebben de Rijkswegen, ja, die worden door de staat weer bijgehouden. En dat zijn plekken waar je dus met de bromfiets niet moet komen. En dat is wel belangrijk om te weten. Ook moeten we de benaming kunnen doorgeven van de verschillende soorten wegen. Als je wordt gevraagd wat is A, B of C, dan moet je dat kunnen benoemen. En dan moeten we dus weten dat C, ik zie dus die, nou zelfs buiten het beeld, de weg is. En de weg is dus een heel breed begrip. Dus de berm hoort eigenlijk officieel dus ook bij de weg. Dus de weg is veel breder dan dat je eigenlijk zou denken. Hoe noemen we B dan? Nou, dat wordt gereden, dus dat noemen we dan de rijbaan. En die rijbaan die is weer verdeeld in verschillende stroken, zoals een uithoekstrook en twee rijstroken. Dus dat noemen we dan rijstroken. Dus A staat voor de rijstrook, B voor de rijbaan en C voor de weg. Ja, kom je op de snelweg met je auto of met de motor, dan zou je met de scooter niet gaan komen. Dat is meer voor de automensen belangrijk. Dan zou je wel eens op de vluchtstrook moeten gaan rijden, omdat dat ineens een spitsstrook geworden is. Want de vluchtstrook, ja, het wordt wel eens een spitsstrook op het moment dat er een groen lampje gaat branden. En dat ziet er dan best raar uit dat je op de vluchtstrook moet rijden. Maar ja, dat moet dan wel, want we moeten altijd zoveel en maar veilig mogelijk rechts rijden natuurlijk. Is de spitsstrook gesloten, zal er natuurlijk een rood kruis staan. Hier tussen zou nog een witte pijl kunnen staan. Dus je wordt eerst gewaarschuwd. Het gaat niet over van groene pijl naar een rood kruis. Nee, er zit eerst nog een witte pijl tussen die zegt je moet even een baantje opschuiven. Zodat je voor het kruis weer terug bent. Nu kan het ook gebeuren dat aan de linkerkant van de weg een baan erbij komt. Dat noemen we dan de plusstrook. Dus is die normaal gesproken afgekruist. Met een rood kruis mag er natuurlijk niet komen. En in de spits zou wel eens kunnen dat die erbij komt. En dat noemen we dan de plusstrook. Dan zien we ook nog belijning op de weg. En dat, soms zie je witte belijning. En heel af en toe zie je ook gele belijning. Ja, waar staat die gele belijning daarvoor? Ja, dat is tijdelijke belijning. Maar wel belangrijk om te weten is dat die tijdelijke belijning, die gele belijning, boven witte belijning gaat. Dus we volgen de gele lijnen. Waar moet je dus goed op letten? Je ziet in dit geval hebben we een verdrijvingsvlak. Daar mag je normaal gesproken niet op rijden. Nu zullen we dat wel moeten. Wat gebeurt er dus wel? Er is mensen die dat niet goed in de gaten hebben, kunnen van schrik wel eens ineens zonder te kijken een baantje op gaan schuiven. Dus hou dat goed in de gaten bij gele belijning. En natuurlijk is er vaak werk aan de weg. En die mensen willen ook wel een beetje heel thuis komen. Ja. Een erf. Vorige week hebben we het over de snelheden gehad. Ik zie hier ook het getalletje staan, 15. Ja, die staat niet altijd, die 15 km per uur. Daar hebben we het vorige week over gehad. Op het moment dat ik zo'n bord zie, met of zonder getal, moeten we gewoon weten, dit is 15 km per uur, stapvoets. Wat moet ik nou nog meer weten over het erf? Nou, dat je met een voertuig op meer dan twee wielen uitsluitend mag parkeren in aangegeven parkeervakken. Dus niet zomaar even langs de kant van de weg. Dan mag dus met de scooter, mag dat wel. Nee, dat mag wel. En ik krijg nog eens de vraag, joh Kees, hebben de voetgangers van rechts in een erf naar voorrang? Nee. Het is niet dat we als een erf binnenrijden, dat we ineens een hele nieuwe voorrangssituatie ontbevinden. Nee, dat blijft gewoon dezelfde voorrang als overal. Maar er is wel iets aan de hand met die voetgangers. Wat is er aan de hand? Nou, aangezien er helemaal geen stoep meestal is in een erf, mogen voetgangers de hele rijbaan over de hele breedte gebruiken. Dat is een gecombineerd wegvak tussen de voetgangers en bestuurders. Dus dat is wel belangrijk om te weten.
Hoe kan je dat makkelijk onthouden? Vind ik zelf altijd. Ja, ik ben zelf een beetje meer visueel ingesteld. Theoretisch zou je dus een heel groep kinderen op de grond kunnen zitten stoepkrijten. En als jij dan aankomt met je auto, met je scooter of met je brommobiel, kan je niet zeggen, hey, toet toet kinderen, ga eens aan de kant. Je mag niet zomaar zitten hier op de grond. Want dat mogen ze wel, want ze mogen de hele rijbaan over de breedte gebruiken. En dus zo kan je dat onthouden. Dus drie dingen over een erf. Die 15 km per uur. Bestuurders die drie wielen of meer uitsluitend parkeren in aangegeven parkeervakken. En voetgangers mogen de rijbaan over de hele breedte gebruiken. Nou, hier zien we twee verschillende soorten spoorwegen. Ik neem even rustig de tijd om even te kijken naar het plaatje. En maak er zo'n spelletje van voor jezelf. Zoek de verschillen. Ik kan het er sowieso over hebben. Nou, de meesten zullen gelijk al gezien hebben dat hier ook spoorwegbomen zitten. En hier ook niet. Ja, dat noemen we dit een bewaakte spoorwegovergang. En dit noemen we een onbewaakte spoorwegovergang. Wat zien de meesten al meer als eerste? Eén kruis. En wat betekent dat ene kruis? Dat dit een bewaakte spoorwegovergang is met één spoor, een enkel spoor. Ja, dus kan maar van één kant de trein komen. Hier staan twee kruizen. Hè? Andreas kruis heette die. En dan zou je zeggen, dat zijn twee sporen. Ja, mooi niet. Dat betekent namelijk twee of meerdere sporen. Want als ik in de buurt van Utrecht kom, of in de buurt van Amsterdam bij het station, dan komen soms 6-7 sporen samen. Ja, dan krijg je een bouwwerk van 7 kruizen boven elkaar. Hoor, natuurlijk een heel bouwwerk. Dus één kruis betekent één spoor, twee kruis betekent twee of meerdere sporen. Wat zien we nog meer? Ja, zie je rode lampen, die zullen om de beurt gaan knipperen. Met waarschijnlijk een belgeluid, ding, ding, ding. Wat zie ik hier dan? Dat is een beetje lastig te zien op de foto, maar het is een wit licht. En wit licht staat voor groen voor treinen. Dus wit betekent, er komt geen trein. Het is veilig om te oversteken. Kan ik dan van tevoren gewaarschuwd worden of ik een bewaakte of een onbewaakte spoorwegovergang nader? Ja, natuurlijk, want daar hebben we de waarschuwingsborden voor. En een waarschuwingsbord is natuurlijk altijd driehoekig met een punt naar boven. Nou, hoe zien die borden eruit? Dit bord geeft aan, ik zie alleen een treintje, hij wordt nergens door tegengehouden. Dus we naderen een onbewaakte spoorwegovergang met één spoor. Dit bord geeft aan, een hekje, hè, die geeft aan, joh, je nadert een bewaakte spoorwegovergang met twee of meerdere sporen. Die is even belangrijk, hè. Ja, wacht tot het rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen. Nee, je ziet wel eens gebeuren bij een brug. Een brug gaat open, een schip gaat er onderdoor. Brug gaat dicht. Nou, de slagbomen zijn nog niet half omhoog. En iedereen begint al te rijden. Nou, dat mag natuurlijk officieel niet. Maar theoretisch kan dat niet heel gevaarlijk worden. Dat is bij een trein wel heel wat anders. Want als die slagbomen net een klein beetje open zijn. En dan kunnen ze halverwege zo in. En dan heb jij natuurlijk een slagboom op je auto of op je helm. Dat moeten we niet hebben. En dus houd het goed in de gaten. Kan ik dan ook nog zien hoeveel meter ik bij een spoorweg vandaan ben? Ja, daar hebben we ook nog waarschuwingsborden voor. Dat zijn wat borden. En dat zijn deze borden. En dan zie ik ook dat ze aan de linkerkant staan. Een klein detail om te onthouden. Aan de linkerkant. Deze zijn 3 streepjes, 2 streepjes, 1 streepje. Nou, elk streepje staat voor een bepaalde afstand. En ik heb vorige les ook al aangegeven, jongens, dat boek. Spit hem goed door. Neem hem even door, haal een klapblokje erbij en alles wat een getal is, schrijf het even op, zodat je uiteindelijk een heel mooi lijstje met alle getalletjes die in het boek staan, heb je die netjes op een rij. En hoef je die vlak voor je examen al één nog een keertje door te nemen, is de kans groter dat je het onthoudt. Ja, want dat je die voetganger niet snapt wanneer die nou wel of geen voorrang hebt, dat snap ik altijd wel. Maar een getalletje is een getalletje. Die moeten we gewoon, is gewoon een kwestie van instampen. Dus is wel een belangrijke tip om te onthouden. Nou, en elk streepje staat voor 80 meter. Dus als je zegt, waarom 80 meter? Ja, dat weet ik ook niet. Persoonlijk had ik 100 meter veel makkelijker gevonden om te onthouden. Hebben ze niet gedaan. 80 meter. Dus wat zeggen deze borden tegen mij? Dat ik over 80, 160, 240 meter een bewaakte spoorovergang nader. 160 meter, 80 meter. En dat is de informatie over de bordjes. En hier zien we een gladde brug. En waarom is deze brug glad? En hier is het niet glad. Nou, omdat zo'n dunne brug, want de brug is maar zo dik,
Ja, daar gaat de kou weer overheen, daar gaat de kou weer onderdoor. En ja, rond de vriespunt zal zo'n brug veel sneller bevroren zijn als de rest van de weg. Hou daar rekening mee. Dus als ik hier in de verte aan kom rijden en denk, nou, niks aan de hand. En ik zie in de verte een brug, moet ik even bedenken. Ja, en als het rond het vriespunt is, ja, dat ik niet pas halverwege die brug erachter kom dat het spek glad is, want dan ben ik te laat. Dat ik dat voor die brug even bedenk. Tractoren, ja, daar moet ook het een en ander over kunnen vertellen. Nou, tractoren die houden zich meestal niet helemaal netjes aan de voorrang en aan de regeltjes. Verlichting is vaak ook niet heel erg denderend. Nou, bij deze tractor, ik denk, al zou ze verlichtingen doen, ik denk niet eens dat we het zien. Want er zit allemaal hooi overheen. Wat moet ik nog meer in de gaten houden met een tractor? Nou, als ik achter een tractor aanrijd en ik heb weilanden links en rechts, dan zou het zomaar kunnen dat zo'n tractor niet de weg afwacht. Nee, die kan zomaar uit het niets linksaf of rechtsaf dat weiland inslaan. Hou daar rekening mee. Maar wat misschien nog veel erger is, zo'n tractor kan natuurlijk ook ineens uit zo'n weiland komen. En wat neemt hij dan mee aan zijn banden? Modder. En dan wordt het natuurlijk spekglad en dan wordt het voor onze tweewielers onder ons wordt het weer interessant. Want die moeten kunnen vertellen dat als je op twee wielen rijdt, op je motor of op je scooter, dat je nooit moet gaan remmen. Op gladde weggedeeltes, dan ga je remmen, dan ga je onderuit, dat is niet de bedoeling. Krijg je nou een vraag van, je komt in een situatie en je zal toch echt wat moeten afremmen op een gladde situatie, in een gladde situatie, dan is het antwoord dat je iets meer achterrem gebruikt dan voorrem. Iets meer achterrem, iets minder voorrem. Nog steeds allebei de remmen, maar iets meer achterrem. Wat zijn nog meer gladde weggedeeltes? Nou, bijvoorbeeld alles wat wit geschilderd is, bijvoorbeeld zebrapaden. En zeker als het nat is natuurlijk, is natuurlijk spek en speklat. Die gaan we natuurlijk ook in de praktijk proberen te missen. Nee, we proberen altijd als motorrijder en scooterrijder over het zwarte gedeelte te rijden bij zebrapaden. Hetzelfde geldt voor punnexels. Ja, zo'n grote metalen plaat op de grond. Dat is natuurlijk speklat en is gladder dan asfalt. Dus daar rijden we liever niet overheen met twee wielen. En hetzelfde geldt voor dit soort bestrating. Dat zien we nog vaak in België en in Brabant. En dat heeft een rare benaming, dat heet namelijk kinderkopjes. En je ziet al, als dit nat is, ja, dat is gewoon een ijsbaan, spek en spekglad. Plaats op de weg, voorsorteren en kijkgedrag. Ja, als ik nou rechtsaf ga, dan kijk ik even naast me of het leeg is. Is het leeg, dan geef ik mijn richting aanwijzer even aan, een zetje naar rechts. Of dat dus met de scooter is, of met de motor, of met de auto, dat maakt dus niet uit. En als het om de richtingwijzer aanstaat en het is nog steeds leeg, dan ga ik voorsorteren. En wat is voorsorteren? Ja, gewoon de ruimte opeisen die ik zelf nodig heb. Want ik wil niet op het laatste moment worden ingehaald hier ook door een opgevoerde doodmossel of een elektrische fiets. Daar heb ik geen zin in. Als hij mij voorbij wil, dan moet hij maar lekker links voorbij. Daar heb ik mooi geen last van. Voorsorteren. Dus ga ik rechtsaf, ja, zo rechts mogelijk voorsorteren. Maar als ik dan linksaf ga, hoe moet ik dan voorsorteren? Nou, dan doe je eigenlijk hetzelfde, alleen dan sorteer je voor tegen het midden van de weg. Alleen het CBN noemt dat dan weer niet het midden van de weg. Die noemt dat weer de as van de weg. Dus krijg je een vraag over voorsorteren naar links en er staat dus as van de weg. Dan bedoelen ze daarmee dus het midden. Dan zou je zeggen, waarom noemen ze dat niet het midden? Moet je CBN even bellen. Dat weet ik ook niet. Maar as de as van de weg, hè. Maar goed, dat voorsorteren dat mag, dat hoeft niet. Voorsorteren is niet verplicht. Dat is een ding wat zeker is. En in sommige gevallen kan je ook niet voorsorteren. Je kan je voorstellen, deze scooterrijder denkt, ja, ik ben keurig voorgesorteerd tegen de as van de weg. Ja, hartstikke leuk. Alleen, we zitten nog met een stukje voorrang. Maar deze bus die komt van rechts. En die moet wel voorrang krijgen. Wat betekent voorrang? Dat die ongehinderd zijn weg moet kunnen vervolgen. Ja, wat zal die buschauffeur zeggen tegen die bromfiets? Joh, ga jij maar eerst, want ik kan deze bocht zo niet maken. Dus die bromfiets had natuurlijk gewoon ergens hier even moeten staan. Hè? Dus voorsorteren, ja, dat moet niet, dat hoeft niet, dat mag. Alleen als het kan. Deze auto die staat gesorteerd, moeilijk wordt, voor linksaf. En nu denkt hij zich ineens, oh wacht, ik moet toch even door. Mag dat dan? Nee, natuurlijk mag dat niet, want de doorgetrokken streep is al begonnen. Dat hebben we allemaal gezien natuurlijk, die doorgetrokken streep. Maar wat mensen vaak vergeten is dat het niet pas begint bij de doorgetrokken streep. Nee, het begint al bij de pijl. En soms staan er wel 2-3 pijlen al van tevoren. Dus zodra je een pijl met een richting voorbij bent, ook al is er een stippenlijntje naast je, mag je niet meer van rijstrook wisselen. En dus als deze auto toch rechtdoor wil, zal hij eerst naar links moeten, omkeren en daarna zijn weg kunnen vervolgen.
Nou, geval ik je dode hoek. Ja, wat is nou die dode hoek? Hè? Wat zie je nou eigenlijk in je spiegels? Nou, als ik in mijn auto of in mijn brommobiel rijd, dan zie ik dat lichtgele gedeelte in mijn binnenspiegel. En die lichtgrijze gedeeltes, die zie ik in mijn buitenspiegel. Hoe kan ik de rode auto en die motor dan toch zien? Ja, toch wel even 90 graden over je schouder te kijken. Een mens heeft zicht van 180 graden, dus nu zie ik mijn aanwijstok nog. Nu zie ik hem niet meer, nu zie ik hem wel. Het is 180 graden. Dus als ik 90 graden omhoog draai, krijg ik ineens een 90 graden zicht die kant bij. Moet ik dan helemaal achter de voren gaan zitten? Nee, dat doe ik niet. Want wat daar gebeurt, dat zie ik nou weer in mijn spiegel weer. En hetzelfde geldt voor de motor of de scooter. En zeker op de motor en de scooter heb je natuurlijk een helm op. Ja, dan heb je een wat grotere dode hoek door die helm. Dus zou je het echt wel goed over je schouder soms moeten kijken om te zien of er niks naast je zit. Ja, dit is een persoonlijk irritatietje van me. Mooie versieringen aan de binnenspiegel. Dat kan van alles kan het zijn, in ieder geval een luchtverfrissertje. Want als ik aan het rijden ben en ik ben altijd gewend dat er hier iets bungelt. En 100 meter in de verte staat er en zit een klein jongetje te spelen en die wil ineens de weg oprennen. Ja, dan zou het zomaar kunnen dat dat kleine jongetje verstopt zich achter dat luchtverfrissertje. Op 100 meter in de verte is dat jongetje maar zo groot. Ja, dus theoretisch kan hier dus ook een hele fietser achter verstopt zitten. En als jij natuurlijk altijd gewend bent dat er hier wat bungelt. Ja, dan zou je dat zomaar over het hoofd kunnen zien als die fietser ineens zou gaan oversteken. Want die fiets heb je natuurlijk nooit gezien. Ja, dit is voor de automensen onder ons. Deze auto die is 7,5 meter lang. En die rijdt hier op de derde rijstrook. Mag dat? Dan als degene die goed hebben geleerd had, die zou zeggen nee, dat mag niet. Want dan rijdt op de eerste, tweede, derde rijstrook. En een auto aan met aanhangwagen 7 meter of langer, die mag alleen maar op de eerste, tweede rijstroken komen. Ja, maar kijk even goed naar het plaatje. Hij wil naar Delft, hij zal wel moeten. He, dus zonder dit plaatje zou hij dan niet mogen rijden? Nee, dat mag niet. Maar met dit plaatje, hij zal wel moeten, anders kan hij natuurlijk nooit daar komen. He, dus kijk goed naar de vraag. En dat is natuurlijk met alle vragen zo. Instinkers heb je natuurlijk altijd. Je zou ook de vraag kunnen krijgen zonder deze. De auto met aanhangwagen is 6,90 meter, mogen we hier rijden? Jazeker, want dat geldt vanaf 7 meter de combinatie. He, dus de 7 meter combinatie mag dus niet op de derde rijstrook. Naar deze auto, ja, die denkt dus lekker rustig, ik ga lekker in het midden rijden. Alle drie de stroken gaan rechtdoor. En daar rijdt lekker keurig, netjes 100 km per uur. Niks aan de hand, zou je zeggen. Mag dat? Nee. Waarom? Omdat als hier een auto zou rijden die ook 100 km per uur op zijn auto, op zijn teller heeft staan. Maar die tellers lopen net een halve kilometer of 2 kilometer. Verschil zit erin, dat kan. Ja, dan loopt die zachtjes al wel in en dan dreigt die deze auto rechts in te gaan halen. En rechts inhalen, dat mag natuurlijk niet. Dus wat dwingt deze auto toe om hem 2 banen in, op te gaan schuiven om in te gaan halen? Dat is natuurlijk niet aardig. Dat gaat die auto natuurlijk nooit doen. Die denkt, ik denk de route, ik ga lekker rechts inhalen. Dus het is altijd de bedoeling, als er meerdere rijstroken zijn die dezelfde kant op gaan, dat je altijd de meest rechte rijstrook pakt. Zou je wat dichter bij deze vrachtauto komen, dan wordt het pas tijd om een baantje in te gaan halen. Een baantje op te schuiven en voorbij de vrachtwagen netjes weer terug naar de rechter rijstrook. Want inhalen geschiet natuurlijk links. Natuurlijk zijn daar wel een aantal uitzonderingen op. Welke uitzondering hebben we daarvoor? Nou, bijvoorbeeld als ik links naast mij blokmarkering heb. En blokmarkering is niks anders dan die witte vierkantjes getekend op de weg. Dus rijd ik naar blokmarkering, dan mag ik in dit geval de vrachtauto inhalen. Dat geldt ook voor bromfietsers, dat blijft allemaal hetzelfde. Of dat handig is natuurlijk vraag 2, maar het mag. Waar mag ik nog meer rechts inhalen? Nou, op een rotonde met 2 of meerdere rijstroken. Dan mag ik rechts inhalen. Als een voertuig voorgesorteerd staat voor linksaf met zijn richtingwijzer aan, ja, dan blijft maar verkeer komen. Ja, dan staat hij hier misschien nog wel eventjes. Dan mag je hem ook rechts inhalen. En natuurlijk zal dat met een scooter of met een motor een stuk sneller gaan dan met een auto. Een tram mogen we ook altijd rechts inhalen. Wat moeten we natuurlijk wel in de gaten houden? Dat in- en uitstappende passagiers in sommige gevallen voorrang krijgen. In dit geval is dat wel zo. Komen we zo nog even op terug. In een file mag je ook rechts inhalen. Ja, wat zou deze twee rijden stilstaan? En de rechterrij gaat rechts rijden. Jij denkt, ja, maar ik mag niet inhalen. En jij zou blijven staan. Ja, dan schiet hem natuurlijk niet op. Dus in een file mag je ook andere voertuigen rechts inhalen. Motorrijders die mogen
Nee, ik hoorde wel eens, ja, dat is gedoogd. Nee, dat is gewoon geregeld. Dat is gewoon wettelijk geregeld. Die mogen een file links en rechts, ja, door het midden inhalen. Maar met een snelheidsverschil van 10 km per uur tot 40 km per uur. He, dus als de file 40 rijdt, dan mogen ze nog maar 50 er tussendoor. Ja, dat lijkt mij gevaarlijk, maar goed. En de meeste motoren doen dat ook niet. Gaan soms ook iets harder voorbij. Maar dat zijn de regels voor de motorrij. 10 km per uur verschil tot 40 km per uur. Fietsers mogen andere voertuigen ook rechts inhalen. He, dus fietsers moeten elkaar onderling links inhalen. Maar andere voertuigen mogen ze rechts inhalen. Ja, zou deze rij auto's hier stilstaan en deze meneer zou niet mogen inhalen, ja, dan zou hij dus hier moeten wachten op het eindje. Ja, dat gaat natuurlijk niemand doen, dat werkt natuurlijk niet. Dus fietsers mogen andere voertuigen rechts inhalen. Dat is natuurlijk zeker ook interessant voor de bromfietsmensen, want ja, mag dat dan ook met een bromfiets? Nee, met een bromfiets niet. Mag dat dan met een snorfiets? Ja, met een snorfiets wel. Want vorige les hebben we besproken dat de snorfiets is een bromfiets met een constructiesnelheid van 25 te herkennen aan blauwe plaat zonder helm. Maar hij volgt ook de regels van een fiets. Dus hij volgt dezelfde regels als een fiets. Mag hij dus rechts inhalen? Jazeker. Ja, dus een snorfiets mag rechts inhalen. Nou, krijgen we de volgende vraag. Mag deze snorfietser de vrachtauto rechts inhalen? Zou je zeggen, ja, dat mag. Want een vrachtwagen mag, ja, een ander voertuig. En de snorfiets mag rechts inhalen. Ja, maar in dit geval mag het niet. Want de wet zegt ook namelijk dat het verboden is om vlak voor of op een VOP, een voetgangersoversteekplaats, ook wel zebrapad gewoon genoemd, is het verboden om in te halen. En je ziet ook gelijk wel waarom. Met andere woorden, zonder het zebrapad mag die snorscooter gewoon wel inhalen. Ook daar krijg jij de vraag, mag die inhalen? Is het antwoord ja. Krijg jij de vraag, is het verstandig? Is het antwoord natuurlijk nee. He, dus of het verstandig is natuurlijk altijd maar vraag 2. Twee richtingsweg. De lesauto vindt dat deze auto wat te langzaam rijdt. Mag die dan hier inhalen? Jazeker, dat mag. Want het stippellijntje staat aan deze kant. Zou die hier rijden, mag die dan inhalen? Nee, want dan begint als eerste de doorgetrokken streep. Nee, dus ligt een stippellijn aan jouw kant. Dan mag je inhalen. En dan krijg je als van, ja, maar dan mag je zeker niet terug. Nou, dat zal wat zijn natuurlijk. Dat wordt een beetje gevaarlijk. Dus natuurlijk mag je dan wel terug. Dus dan mag je natuurlijk wel eroverheen. Ja. Afstand houden, hè, dat geldt dus ook bij auto's die fietsers inhalen, maar hoofdzakelijk voor de tweewielers. Hè, die komen toch vaak die fietsers al dicht bij zijn tenen. En dan wordt er van jou verwacht dat je tussen jouw stuur en de stuur van de fietser anderhalve meter tussenruimte houdt. En dat is niet alleen in de coronatijd zo, dat is in het verkeer. Al jaren is dat, hebben we dat ook afgesproken. In de praktijk geef ik ook altijd aan, jongens, die anderhalve meter, dat is een minimum. Hè, dat is geen maximum. Met andere woorden, ga er niet meer dat je net aan anderhalve meter. Want je kan natuurlijk zeker ook de vraag krijgen. Drie spelende jongetjes zitten op de fiets een beetje te klooien. Hoeveel afstand hou je? Ja, dan zou ik geen anderhalve meter houden. Dan zou ik toch wat ruimer houden dan die anderhalve meter. Want je kan ineens jouw kant op komen. Bijvoorbeeld op bruggen. Ja, dan moet je het ook in de gaten houden. Dat er ineens de wind niet, door niks meer wordt afgeremd. En dan de fietser zomaar jouw kant wordt opgeduwd. En dan moet je ook allemaal rekening mee houden. Dieren. Ja, ook lekker ruim eromheen. Ja, rij je met de scooter of met de motor, ja, draai je gas een beetje dicht dat het wat minder herrie maakt. Ruim eromheen en zodra het paard jou gezien heeft, ja, kun je weer gas geven. De kans dat het paard al schrikt, een stuk kleiner. Ja, een beetje lief voor de wachtjes. Ja, de stopafstand. En de stopafstand, waar bestaat die nou uit? Nou, die bestaat uit een stukje reactieweg en uit een stukje remweg. Hoe moet ik dat zien? Nou, op het moment dat ik aan het rijden ben, en dat maakt dus ook weer niet uit of het met de auto, motor of scooter is. Het moment dat ik aan het rijden ben en ik zie in de verte het verkeerslicht op oranje springen. Hoe lang duurt het dan eer mijn hersens tegen mijn handen hebben gezegd, joh, gas dicht en remmen. Of in de auto, gas los en remmen. Nou, als je het boekje gelezen hebt, dan staat daarbij dat dat 1 seconde is. En dat is als je jong, fris en fruitig bent natuurlijk. Meestal na een feestje zit ik op 1,5 seconde. Maar goed, 1 seconde reactietijd. Wat gebeurt er in die reactietijd? Ja, helemaal niks. Want je bent nog niet aan het remmen. Je bent nog een signaal aan het sturen naar je handen en je voeten. Joh, ga eens wat doen. Dus in die reactieweg, wat is jouw snelheid? Nog steeds dezelfde als wat het daarvoor was.
Het moment dat jouw remlicht begint te branden, ja, dan begint als je daadwerkelijke remweg. Dus waar bestaat jouw totale stopafstand uit? Een stukje dat je aan het denken bent, aan het reageren bent, reactieweg. En uit een stukje dat je daadwerkelijk aan het remmen bent, de remweg. Dat is interessante informatie om je afstand op je voorligger in te kunnen schatten. Want als ik natuurlijk al een seconde moet nadenken voordat ik reageer, moet ik wel iets langer afstand hebben dan dat. En dan hebben we in tijd afgesproken dat we 2 seconden tussenruimte tussen mij en mijn voorligger gaan creëren. Hoe kan ik dat nou uitrekenen? Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Want je pakt gewoon een vast punt langs de kant van de weg. Bijvoorbeeld een berkpaaltje, een lantaarnpaal, een geparkeerde auto. Maakt in principe niks uit. Het moment dat in dit geval die rode auto dat berkpaaltje voorbij gaat, ga je in je hoofd ga je tellen. 21, 22. En zit je dan ook bij dat paaltje. Keurig 2 seconden afstand. Doe jij 21, 22. Je bent er al. Ja, dan heb je dus al te korte afstand. Dan zou je zeggen, als ik 130 rijd, dan zit ik toch hartstikke snel bij dat bennenpaaltje. Ja, dan zit je hartstikke snel bij dat bennenpaaltje. Dus jouw afstand zal dus verschrikkelijk groot worden als je pas 2 seconden na die auto voor je bij dat bennenpaaltje mag zijn. Dus die 2 seconden regel kun je dus bij iedere snelheid toepassen. Of je nou 10 km per uur rijdt of 110 km per uur. De snelheid kun je altijd je afstand inschatten door 2 seconden afstand op je voorligger te houden. Heel simpel, vast punt langs de kant, in je hoofd tellen 21, 22. Ja, zit je 2 seconden ertussen, zit je goed. Zit je tekort, laat je wat afzakken. Dat is de ene manier om te kijken of ik voldoende tussenruimte heb. Er kan ook een manier worden gevraagd om het in meters uit te rekenen. Dus in tijd 2 seconden. En in meters, ja, is daar een hele mooie formule voor. En ik vraag me wel aan mijn cursisten, joh, stel je voor je rijdt met je auto, scooter of motor achter een groepje fietsers. Die fietsers gaan 20 km per uur. En inhalen, dat zit er even nog niet in, want er komen allemaal tegenliggers. Dus jij moet even een tijdje achter die fietsers blijven zitten. Wat zou dan een veilige afstand zijn op die groep fietsers? Nou, ik hoorde toevallig vanmiddag nog, noem geen namen, hoorde ik nog 5 meter. Nou, ik ga alvast verklappen dat als jij 20 km per uur rijdt, dat jij elke seconde 5,5 meter aflegt. Dus elke seconde ben je 5,5 meter verder. Met 20 km per uur. Reken maar na. Dat betekent het moment als een van die fietsers de jas of tas tussen de spaken komt. En zo'n fietser komt stil te vallen en die valt om. Hoe lang duurt het in mijn hersens het signaal hebben gegeven naar mijn handen van je moet even remmen of je voeten. 1 seconde. En in 1 seconde ben ik al 5,5 meter verder. Want dat is mijn reactieseconde. Dus heb ik 5 meter afstand, sta ik precies bovenop die fietser met mijn auto, motor of scooter, het moment dat mijn remlichten gaan branden. Dus dat is dan te weinig natuurlijk, 5 meter. Ja, wat is dan die formule? Ja, de formule die zegt dat je de snelheid die je rijdt moet delen door 2 plus 10% en dat omzetten in meters. Nou, hoor ik hier wat hersens kraken en denk ik, hoe dan? Ja, we gaan het even makkelijker maken natuurlijk. Stel je voor, we rijden 40 km per uur. Gedeeld door 2 is 20. 10% van, plus 10%, 10% van 2 is 20 is 2. 22 meter. Voor mij hoef je dat niet zo op die manier te onthouden. In theorie moeten we het even onthouden dat je de snelheid deelt door 2 en het getal wat net daarboven zit, dat is het juiste antwoord. Het CBS zal niet antwoord A 20 zijn, antwoord B 21 en antwoord C 22 meter. Dat zal wel iets verder uit elkaar lopen. Dat zal 11, 22, 33 zijn of zo. Probeer dus te onthouden in de theorie de snelheid die je rijdt, daar de helft van en een klein beetje daarboven. In de praktijk zou ik al blij zijn, dat kun je gelijk in je ouders doorgeven, als ze alleen al de snelheid zouden delen door 2. Dus rijden ze 100, 50 meter afstand. Rijden ze 30 in de 30 zone, 15 meter afstand. De helft van je snelheid aan afstand in meters. Dan zou het, weet ik zeker, dat er 99,9% minder kop-staartbotsingen zijn. Want mensen rijden gewoon te dicht op elkaar. Dus onthoud voor de theorie, snelheid gedeeld door 2, plus een beetje. In de praktijk, snelheid gedeeld door 2, ben ik al dik tevreden. Goed, we zijn aanbeland weer bij het kopje voorrang. Dit is het gedeelte wat we iedere les herhalen. Tot vervelend aan toe. Nee hoor.
Misschien even goed om even rustig deze zin even in je op te nemen. Lees even rustig wat er staat. Ja, hier staat voorrang. Belangrijk is om goed te weten voor wie. Ja, geldt de regel voor een voetganger, geldt de regel voor een bestuurder. En voor waar welke verkeersregel geldt. Komt het verkeer op mij af? Kruist het verkeer mij? Dat zijn vragen die je eerst af moet stellen. Die je moet gaan stellen bij jezelf. Want er zijn namelijk regels voor voetgangers. Er zijn namelijk ook regels voor bestuurders. Ja, en ga ik een regel die voor bestuurders geldt op voetgangers toepassen of andersom, is het antwoord sowieso fout. Dus dat gaat natuurlijk niet goed. Maar er zijn ook regels die voor voetgangers en bestuurders samen gelden. Dat noemen we dus het verkeer. Drie verschillende groepen voorrang. Dus daarom zeg ik belangrijk om goed te weten, ja, is dit een regel voor de voetganger, is dit een regel voor bestuurder of is deze regel juist voor iedereen? Dat is even belangrijk om goed uit elkaar te halen. Dan is natuurlijk de volgende vraag, wat is dan een voetganger en wat is een bestuurder? Kijk, iemand die gewoon aan het wandelen is, dat is natuurlijk een voetganger. Ja, dat snappen we wel. Maar iemand die met skielers rondrijdt of een skateboard, daar zitten wieltjes onder. Zou je zeggen, ja, dat zou er kunnen zijn. Nou, die vallen toevallig onder het kopje voetganger. He, die vallen onder de wet voor de voetgangers. Ze mogen wel gebruik maken van een fietspad, maar ze zijn geen bestuurder, ze zijn voetganger. Dan hebben we bijvoorbeeld ook iemand die naast een fiets loopt. Of naast een bromfiets of naast een motor. Ja, dat is ook een voetganger. Loopt iemand met zijn fiets tussen zijn benen, ook al loopt die, dan is het alsnog wel een bestuurder. Dus je moet echt naast het voertuig lopen. Dus, het skateboard, skielers, iemand naast een fiets, voetganger. En dan heb ik hier nog het invalide voertuig, in dit geval een scootmobiel. Maar dat geldt eigenlijk voor alle invalide voertuigen, dus ook voor rolstoelen en dat soort dingen. Die zijn een beetje speciaal. Waarom? Die mogen namelijk zijn wat ze willen. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou, het moment dat zo'n scootmobiel op de stoep of op het trottoir rijdt, moeten we hem dus behandelen als een voetganger. Maar rijdt hij op het fietspad of op de rijbaan, dan moeten we hem dus behandelen als een bestuurder. Ja, dus kijk waar die zich bevindt en zo moet je hem behandelen. Ja. Dan zijn er ook nog twee bijzondere groepen voetgangers die altijd voorrang horen te krijgen, zeg ik erbij. Want in de praktijk gaat dat niet altijd zo, maar die horen dus altijd voorrang te krijgen. En dat zijn natuurlijk mensen die slecht zien of blind zijn, die met een witte stok lopen met rode ringen eromheen. En op het moment dat hij de stok uitsteekt, dan is het de bedoeling dat het verkeer aan allebei de kanten stopt. En dat de persoon mag oversteken. Waarom? Omdat je niet tegen iemand die blind is kan zeggen, joh, 50 meter verderop is het zebrapad. Steek daar maar even over. He, dat is natuurlijk niet aardig, dat is niet de bedoeling. Maar dat snappen we allemaal wel, he, dat hij ja, het zebrapad ziet. Maar voor wie geldt het dan nog meer? En dan krijg je wel eens te horen, ja Kees, voor oude mensen. Ik denk, nou, oude mensen, er zijn oude mensen die lopen sneller naar een zebrapad misschien als dat ik het doe. Dus die zullen daar niet blij mee zijn eigenlijk, he, daarmee. Nee, het geldt voor mensen die moeilijk ter been zijn. En dat zou dus ook makkelijk een keer voor jou kunnen gelden. Het moment dat jij een keer je enkel verzwikt en je moet 2 weken lang met krukken lopen, is het ook niet aardig om tegen jou te zeggen, joh, hinkel maar even 50 meter naar het zebrapad, steek maar even over en hinkel weer terug 50 meter. Dat is niet aardig. He, dus mensen die zich moeilijk voortbewegen met een hulpmiddel, zijnde een stok, krukken of een rollator, krijgen dus overal voorrang. Horen over de voorrang te krijgen. Geldt dat ook voor iemand in een rolstoel? Nee, ja, dat is wel moeilijk te benen waarschijnlijk. Maar iemand in een rolstoel doet 2 keer dit misschien met zijn rolstoel. En die is sneller bij dat zebrapad als dat ik dat ben. Dus dat geldt niet voor mensen in een voertuig. Alleen mensen met hulpmiddelen zijn de stok, krukken, rollator. Oké, even terug naar die gewone voetganger. Wanneer krijgt een gewone voetganger dan voorrang? Nou, die krijgt eigenlijk niet zo heel veel voorrang, een gewone voetganger. En ik ga je alvast verklappen dat een voetganger voorrang krijgt op 5 manieren. Er zijn 5 redenen dat ik met mijn voertuig moet stoppen voor een voetganger. En 1 van die regels is uitsluitend voor voetgangers. Dus er is maar 1 plek op de weg waar ik alleen voor voetgangers moet stoppen en niet voor bestuurders. Dat betekent dus die overige 4 redenen dat ik moet stoppen voor voetgangers. Dat ik niet alleen moet stoppen voor voetgangers, maar voor
al het verkeer, hè, dus voetgangers en bestuurders. Waar moet ik nou stoppen voor alleen voetgangers en niet voor bestuurders? Nou, de meesten allemaal doorhebben natuurlijk het zebrapad. Want als iemand fietser over wil fietsen bij het zebrapad, dan mag hij dat best doen, maar hij krijgt geen voorrang. Nee, ik hoef er niet voor te stoppen. Tenzij die naast de fiets loopt, dus natuurlijk een voetganger. Dus voetgangers krijgen dus voorrang bij het zebrapad. Ja, dan denk je, Kees, ik ben niet dom, dat wist ik al toen ik zo groot was. Ja, oké, maar toch gaan we het even onthouden. Dan ga ik het nog duidelijker uitleggen. Dus, die grote witte rechthoeken op de grond, hè, witte rechthoeken op de grond, betekent dus twee dingen, stoppen voor voetgangers. Oftewel, bestuurders, het stuurtekentje, bestuurders hebben pech, ja, die hebben pech. Oké. Dus regel 1 zegt, zebrapad, voetgangers voorrang. Zijn er nog vier over? Waar moet ik stoppen voor voetgangers en voor bestuurders? Want ja, die waren allebei voor het verkeer, alle vier nog. Nou, dan moeten we niet te moeilijk nadenken, dat is bijvoorbeeld een rood verkeerslicht. Dus wij zeggen, ja Kees, hallo, zit ik daarvoor op les? Dat wist ik ook wel. Oké, maar we weten het wel eventjes, rood verkeerslicht. De volgende, nou, als bijvoorbeeld een politieagent of een verkeersregelaar tegen mij zegt, ho, meneertje, die voetganger of die bestuurder, die mag eerst. Ja, dan moet ook naar luisteren, oftewel iemand in een pakkie, zeg ik altijd maar. Verkeersregelaar, politieagent. Ja, wat hebben we tot nu toe gehad? Het zebrapad, de politieagent en een rood verkeerslicht. Denk ik, ja, hallo, die wist ik al. Nou, die hoeven dus ook niet te leren, want die wist je al gelukkig. Dat betekent dat er nog twee overhouden die we misschien wel even goed moeten ontgaan onthouden. En dat is namelijk bijvoorbeeld, ja, ik krijg ook nog eens door de Kees, haaitanden. Haaitanden, moet stoppen voetgangers? Nee. Want die grote witte rechthoeken, daar stoppen we voor voetgangers. En die witte driehoeken stoppen we voor bestuurders. Dus die twee vormpjes kunnen we vast aan een groep plakken. Rechthoeken aan de voetganger, driehoekjes aan de bestuurder. Kijk, er zijn weer een paar foutjes die je misschien minder gaat maken. En bij die haaitanden komt zo nog één ding bij. Dus een zebrapad betekent twee dingen. Stoppen bestuurders. Haaitanden betekent drie dingen. Stoppen voetgangers natuurlijk bij het zebrapad. En haaitanden betekent drie dingen. Stoppen voor bestuurders. En er komt straks nog een derde bij. Komen we zo op. Maar welke twee redenen moet dan wel stoppen voor een voetganger en voor al het verkeer? Nou, als ik bijvoorbeeld een uitrit uitrijd. Want als ik een uitrit uitrijd of een inrit inrijd, moet ik het al het overige verkeer voor laten gaan. He, dus al het verkeer, ja, zit daar de voetganger bij? Ja, een voetganger hoort ook bij verkeer. He, dus een uitrit, iedereen voor laten gaan. En dat is altijd mooi, hè? Want dan krijg je een vraag ook met een uitrit in het plaatje. Ja, dan is degene die uit je uitrit komt, ja, je hoeft niet eens meer naar hem te kijken, want je weet sowieso, dat is de allerlaatste. Je hoeft alleen maar naar de rest te kijken. En dan komt de laatste regel, dus we hebben nu gehad, zebrapad, rood licht, politieagent, uitritconstructie. Dus uitrit moeten we even onthouden. En dan de laatste, en dat is de allerlastigste van allemaal. En dat is de regel die zegt, rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Wat zeg ik nu eigenlijk? Nou, dat rechtdoorgaand verkeer, het woordje verkeer, daar hoort de voetganger dus ook bij. Hè, rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. En... nou, dat is de moeilijkste regel van allemaal. Die gaan we zo nog even verder even uitdiepen. Daar komen we zo weer op. Hoe herken ik dan een uitrit? Nou, we kunnen eigenlijk wel zeggen dat we twee typen zijwegen hebben. Dat is of een zijstraat of een uitritconstructie. En wat is het verschil? Nou, hier stopt de stoep en de stoeprand gaat de bocht om. En hier gaat de stoep ineens weer verder. Hier stopt de stoep niet. Nee, de stoeprand gaat gewoon door de stoeprand. De stoeptegels. En de stoeprand gaat hier niet de bocht om. Nee, die gaat ook gewoon door. He, dus gaat de stoeprand en de stoeptegels door, hebben we te maken met een uitritconstructie. Stopt de stoep en gaat aan de andere kant weer verder, is er een zijstraat. En natuurlijk kan er hier dan altijd nog een voorrangsbord staan. Oké, dan is er een zijstraat met een voorrangsbord. Of een verkeerslicht, een zijstraat met een verkeerslicht, dat kan. Het mooie van dit plaatje is dus, om verder niet op de voorrang helemaal in te gaan, weet ik in ieder geval zeker dat dit jongetje als allerlaatste is. Dat zie je. Oké, we hebben dus gehad voor die voetganger, uitrit, rechtdoor op dezelfde weg. En die andere drie, dat wisten we wel. Nu gaan we eens even kijken naar de bestuurders. En voor de bestuurders maakt het nogal uit waar de rest van het verkeer vandaan komt. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Het makkelijkst vind ik het zelf altijd om het even een naam te geven, de straat waar we op rijden. En dan mag je zelf verzinnen die naam. Ik gebruik zelf meestal als hier met mijn auto of met mijn brommobiel rijden. En ik rijd hier op de Albertweg.
Ja, dan heet het hier automatisch ook Albertweg. En als hier dan de Bernardweg is, ja, dan is dit ook de Bernardweg. Dus als ik hier dan rijd, en er komt iemand hier vandaan, zitten wij dan op dezelfde weg? Nee, dan zitten we niet op dezelfde weg. We zitten allemaal op een andere straatnaam. En dat verkeer wat van links naar rechts komt, dat kruist ons. Dat noemen we dus kruisend verkeer, wat rijdt dus op de kruisende weg. Daar moeten we wel regels voor hebben, anders botsen we tegen elkaar aan op sommige momenten. Dat gaat niet goed. Maar het kan ook zijn dat er ineens verkeer komt wat wel op de Albertweg zit, hetzelfde waar ik op rijd, en een van ons wil afslaan. Ja, dan kunnen we ook een botsing raken met elkaar, moeten we ook afspraken over gemaakt hebben. Maar dat doen we dus weer regels voor dezelfde weg. Dus bestuurders hebben dus twee groepen regels. Er zijn dus regels die gelden voor de kruisende weg. En er zijn dus regels die gelden voor dezelfde weg. Krijg ik een vraag, ga ik dus eerst die twee bestuurders of twee weggebruikers eens even bekijken. Dan ga ik eens even kijken, hey, zitten die op dezelfde weg van elkaar of zitten die op de kruisende weg van elkaar? Ja, ga ik dan een weg die geldt voor dezelfde weg toepassen op de kruisende weg en andersom, dan is natuurlijk het antwoord sowieso fout. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als ik aankom op een kruispunt, dan kom ik natuurlijk altijd eerst het kruisende verkeer tegen. Nou, nu zie ik hier toevallig twee auto's, een rode en een witte. Als ze allebei doorrijden, knallen ze hier tegen elkaar. Dat gaat niet goed. Dus daar zullen we een afspraak gemaakt van moeten hebben. En wat hebben we afgesproken met elkaar? Nou, 100 jaar geleden of zo, toen ze die verkeersregels verzonnen hebben, hebben ze afgesproken, joh, als je nou op een kruispunt aankomt, dan mogen de bestuurders die van rechts komen, die mogen eerst. Dus rechts gaat voor. Dat zegt regel 1 voor de kruisende weg. 100 jaar geleden hadden ze mij ook mogen zeggen, links gaat voor. Dat maakt mij niet uit, als ze maar allemaal hetzelfde doen. En toevallig hebben we afgesproken, rechts gaat voor. Nou, ik vind het een mooie regel. Dus die rode auto, die kijkt naar rechts en denkt, hey, die witte auto, die komt van rechts. Die witte auto, die kijkt naar rechts, ja, die denkt, er komt niks van rechts. En die denkt, joh, er komt wel een rode auto van links. Dus wie mag er in dit geval eerst? De witte auto. Rechts gaat voor. En dat gaat dus altijd vanuit het oogpunt van de bestuurders. Dus het maakt niet uit of ik het scherm draai, maakt niet uit. Het gaat altijd over het oogpunt van de bestuurders gezien. Nee, dus dat wordt nog wel eens door de war gehaald. Regel 1 voor de kruisende weg zegt, rechts gaat voor. Oké. Maar wat zou dan een reden kunnen zijn dat rechts niet voorgaat? Nou, dat zijn bijvoorbeeld borden en tekens. Want nu heeft die witte auto de haaitanden en zelfs het haaitandenbord, het driehoeksbord met de punt naar beneden. Ja, dan kan hij wel van rechts komen, maar nu gelden toch echt de borden en tekens. Hoe weet die rode auto dat hij eerst mag? Nou, die heeft toevallig een voorrangbord staan hier dan. Dus regel 1 zegt rechts gaat voor, ja, zegt regel 2, leuk en aardig. Maar als er borden en tekens in het spel zijn, dan mag je de hele regel rechts gaan voor, mag je vergeten, die bestaat niet meer. Want je hoeft nu alleen maar te kijken wat de borden en de tekens zeggen. Oké. Zou er dan nog iets boven die borden en tekens staan? Hè? Dus is er nog iets sterkers dan die borden en tekens? Jazeker is dat het. En dat is namelijk verkeerslichten. Dan zou je zeggen, er staan de borden en verkeerslichten, dat is ook raar. Nou, moet je toch maar eens een keer goed opletten op een heel groot kruispunt met verkeerslichten. Zal je merken dat er niet alleen verkeerslichten staan, maar ook verkeersborden. Waarom hebben ze dat gedaan? Nou, als er nou een keer een stroomstoring is, of de verkeerslichten hebben er geen zin in, dan wordt het in ieder geval nog geregeld door de borden. Dus is de storing of doen ze het niet, kunnen in ieder geval nog een stapje terug naar de borden. Doen ze het wel, kijk ik dus niet meer naar de haaitanden en de borden, nee, kijk ik nu naar het verkeerslicht. Dus nu mag de witte auto wel weer als eerste. Zou er dan nog iets boven de verkeerslichten kunnen staan? Jazeker. Dat is een mannetje in een pakje natuurlijk. Want de witte auto kan wel groen hebben, maar als de mannetje in het midden zegt, wow, je moet even wachten, dan zou je daar toch echt naar moeten luisteren. Welke vier verkeersregels hebben we dus voor de kruisende weg? Nou, regel 1 zegt rechts gaat voor, regel 2 zegt ja, maar als de borden en tekens wat anders zeggen, dan kijken we daar mooi naar. Regel 3, die zegt, ja, leuk als er borden en tekens staan, maar staan er verkeerslichten, kijken we mooi daarnaar. Staan er verkeerslichten, maar er staat ook een mannetje in midden, dan mag je de verkeerslichten vergeten. En dan bepaalt een mannetje wat we gaan doen. Welke twee moet je dus eigenlijk goed onthouden voor de kruisende weg? Nou, dat rechts voorgaat, tenzij borden en tekens wat anders zeggen. Want dat verkeerslicht en dat mannetje wisselt toen je zelf ook was. Dat is geen enkel probleem.
Oké. En staan ze inderdaad op oranje knipperen, gaan we een stapje terug naar de borden. Oké, we kwamen aangereden, kwam verkeer van links, kwam verkeer van rechts, we hebben elkaar netjes voor en verleend. Het ging allemaal hartstikke goed, maar wat denk je? Er komt verkeer wat rijdt op dezelfde weg. Ja, dat zijn heel andere regels. Die moet ik niet gaan, ja, dan moet ik even de regels gaan pakken voor de kruisende weg. Dan gaat het niet goed, dus dan moeten we even kijken welke regels zijn daar weer van toepassing. Moeten we dus eerst eens even weten wat de weg is. Nou, gelukkig hebben we dat deze les al een beetje besproken. Want als ik aan de meeste mensen vraag in eerste instantie, wat is de weg? Dan zeggen die, ja, hier en dit. Nou, wij weten nu wel beter, want wij weten natuurlijk, dat is natuurlijk de rijbaan. En ja, natuurlijk. En zou er een streepje in het midden staan, dan noemen we daar de helft weer van de rijstrook. Helemaal goed. Ja. Nou zie ik al op een plaatje dat de trottoir, de stoep, hoort dus bij de weg. Sterker nog, het gras, de berm, hoort ook bij de weg. Dus de weg is een veel breder begrip dan dat je eigenlijk zou denken. Zou de stoep niet bij de weg horen? Ja, dan zou een voetganger dus ook nooit rechtdoor op dezelfde weg kunnen. Want dan hoort niet bij de weg. Maar het hoort wel bij de weg. De stoep hoort ook bij de weg. Oké. Nou, we hebben de volgende situatie. Een groene auto, een rode auto. We zitten allebei op de Albertweg. Wie wilde zo nodig naar de Bernardweg? Ja, die groene auto. Moet dat zijn probleem worden? Nee, natuurlijk niet. Hij wilde naar een andere weg toe. Er wordt hem afgesproken dat rechtdoor gaan verkeerd op dezelfde weg voorgaat. Rechtdoor gaan verkeerd. Dus in dit geval, de rode auto mag eerst. Als hij nou een voetganger zou lopen, moet die groene auto er ook voor stoppen? Jazeker. Loopt die voetganger op de Albertweg? Jazeker. Blijft die voetganger op de Albertweg? Jazeker. En wat hebben we afgesproken namelijk? Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Ja, dan valt dus die voetganger ook onder. Maakt het dan uit dat die voetganger hier vandaan komt? Nee, dat maakt ook helemaal niks uit. Het is allebei de Albertweg, of hoe je het dan ook noemt. Als er een voetganger van rechts komt, moet die groene auto daarvoor stoppen? Nee, want rechts gaat voor, ja, die hebben we niet behandeld bij de voetganger. Een voetganger had maar een paar dingen, uitrit en recht op dezelfde weg. Want een voetganger die van links of van rechts komt, krijgt nooit geen voorrang. En dan krijg ik wel eens te horen van, ja, ik heb wel eens gehoord, dan zie je hem van voren, dan mag je door, dan weet ik het allemaal. Dus als je hem van voor ziet, mag je door. En ik denk, als hij dan zo loopt, dan loopt hij wel zo, maar dan kijkt hij wel dingen op. Dan zie ik hem toch van voor. Dus probeer dat lekker te vergeten, die rare regel. Onthoud gewoon dezelfde weg en geef het gewoon lekker een straatnaam in je hoofd. Wie blijft er op dezelfde straatnaam? Veel makkelijker. We zijn er allemaal over eens, denk ik wel. De rode auto mag eerst, hè? Ja. Nu komen er haaitanden bij. Wie mag er dan eerst? Nou, dan zou je natuurlijk zeggen, de groene, want die rode heeft haaitanden. Nou, mooi niet. De rode auto mag nog steeds eerst. Zou je denken, waarom? Nou, begin van de les hebben we net al wel een beetje doorgenomen, hè, dat die witte rechthoeken moesten we twee dingen onthouden. Stoppen voor voetgangers, bestuurders hebben pech. En haaitanden moesten we eigenlijk drie dingen weten, we wisten er pas twee, dat we moesten stoppen voor bestuurders. Wat komt er dan nog bij? Moet je dan stoppen voor alle bestuurders? Nee, alleen bestuurders die komen van de kruisende weg. Dus die haaitanden slaan alleen op bestuurders die komen. Dus nog niet eens op voetgangers, nee. En nog niet eens op alle bestuurders, nee. Alleen bestuurders die komen van links en rechts van de kruisende weg. Die rode auto komt aanrijden, ziet haaitanden, ik ook. Er komt niks van links, komt niks van rechts. Lekker doorrijden, niks aan de hand. Kijk maar achter in je boek bij de borden, dan zal je zien bij dit bord en haaitanden. Dat staat verleen voorrang. Aan iedereen? Nee, aan bestuurders. Aan alle bestuurders? Nee, alleen bestuurders die komen van de kruisende weg. Niks te maken met dezelfde weg. Staat er helemaal los van. Hoe weten degenen die op de kruisende weg zitten dat ze dan voorrang hebben? Dat ze op een voorrangsweg zitten of wat dan ook? Nou, die hebben dit bord of dit bord. Voorrangsweg of voorrangskruispunt. Dus op het plaatje wat je op dat moment ziet, ja, maakt het dus niet uit of je dit bord ziet of dat bord. Die betekenen gewoon exact hetzelfde. En die betekent dus, jij krijgt voorrang. Van iedereen? Nee. Alleen van bestuurders. Van alle bestuurders? Nee. Die komen van de kruisende weg. Ja. Dus drie dingen. Stoppen, bestuurders, kruisende weg. Nu komen we bij de laatste verkeersregel. Nu zitten we allebei nog steeds op de Albertweg.
Maar nu willen we allebei naar de Bernhardweg. Ja, dat kan gebeuren. Gaan we tegelijkertijd, dan komen we bij het Rode Kruis hier ook. Komen we toch echt wel in botsing met elkaar. Wat hebben we dan afgesproken? Korte bocht gaat voor lange bocht. Oftewel, rechts afslaanverkeer gaat voor links afslaanverkeer. Korte bocht vind ik makkelijkst om te onthouden. Welke twee regels zijn er dus voor dezelfde weg? Nou, degene die rechtdoor gaat mag als eerste. Of degene met de kleinste bocht mag als eerste. In totaal zijn er dus 6 regels die het bestuurders regelen. Voor de kruisende weg, rechts gaat voor, bordentekens, verkeerslicht, politie. Voor dezelfde weg, wie gaat rechtdoor of wie heeft de korte bocht voor de lange bocht. Die 6 basisregels, die moet je wel goed onder de knie hebben, voordat je überhaupt kan gaan beginnen aan de bijzondere volgende situaties. Ja, vorige week was het, zijn we er niet helemaal naartoe gekomen. Even kijken of laatste ding. Bijzondere volgende situatie. Wat is bijvoorbeeld een bijzondere volgende situatie? Ja, dat is bijvoorbeeld de tram. En dan krijg je wel eens door, ja, een tram krijgt altijd voorrang. Ja, als je een zwaai ligt op zijn dak, heb je een sirene aan. Maar anders krijgt hij niet altijd voorrang, hoor. Nee, een tram heeft ook regels. Maar wat doet hij dan wel en wat doet hij dan niet? Nou, eigenlijk kan je dat het makkelijkst onthouden. Dat een tramchauffeur luistert alleen naar dingen die je kan aanraken. Iets die je echt fysiek met je handen kan aanraken. Dus hij zegt, Kees, wat bedoel je nou precies? Ik snap er niks van. Nou ja, we gaan gewoon de bestuurdersregels eens langs. Rechts gaat voor. Kan ik dat aanraken? Ja, het verkeer van rechts kan ik wel aanraken. Maar staat er ergens een bord of zit iemand dan met te schreeuwen? Joh, rechts gaat voor. Nee, dat is een regel die moet in je hoofd zitten. Als nog nooit iemand tegen jou gezegd dat rechts voor gaat, dan weet je dat natuurlijk niet. En dat hebben ze, die tramchauffeur, hebben ze dat nooit uitgelegd, dat rechts voor gaat. Dus rechts gaat voor, kan ik dat aanraken? Nee, dat kan ik niet aanraken. Rij je dus een keer in Den Haag of in Amsterdam en je komt de tram tegen. En jij komt van rechts en je ziet de tram van links. Ik zou maar remmen, want die tram die rijdt gewoon door. Ja, wat doet hij? Ja. Haaientanden, kan je die aanraken? Ja, ziet er een beetje gek uit, maar je kan ze aanraken. Borden? Ja, je kan erin klimmen, bovenop gaan zitten. Ja, dat doe ik nu niet meer, maar vroeger wel. Verkeerslichten, kan je die aanraken? Ja, dan moet je ook naar luisteren natuurlijk. Politieagent? Ja, kan je ook aanraken, vind je niet leuk. Kan ze aanraken. Dan komen we bij dezelfde weg. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Dat is een regel, dat kan ik niet aanraken. Dus ga je rechtdoor op dezelfde weg, dan denkt die tram, dat doe ik niet aan. Ik rij gewoon door. Korte bocht gaat voor lange bocht. Ja, die moet ook in je hoofd zitten, dat is een regel, kan ik niet aanraken. Dus wat kan ik aanraken? Borden, tekens, stoplichtje, politie. Of de verkeersregel aan, moet ik erbij zeggen. Dus alles wat je kan aanraken, daar luistert de tram naar. Wat zal dan de volgorde zijn in dit geval? Nou, de auto gaat hier naartoe, de brompjes gaat daar naartoe. En de tram, nou, dat is duidelijk, dat zie je aan de rails. Nou, die brompjes heeft het voorrangskruispunt. Dat betekent, ik krijg voorrang van alle bestuurders die komen van de kruisende weg. Moet die tram daar naar luisteren? Ja, want die heeft haaitanden. Die kan die aanraken. Dus hij kan ze zien, hij kan ze aanraken, die haaitanden. Dus hij moet ook voorrang verlenen aan de bestuurders op de kruisende weg. En hij kijkt naar rechts en ik leeg en ik heb links, ah, een brompjes. Brompjes mag eerst. Dan houden we over de auto die rechtdoor gaat en de tram die afslaat. Dan zou je zeggen, ja, die auto, ze zitten allebei op de Albertweg. Wie blijft er op de Albertweg? De auto. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Maar luistert die tram daarnaar? Het is een tram, die luistert daar niet naar. Zou het dus een bus zijn, die zou daar wel naar moeten luisteren. Maar een tram luistert niet naar rechtdoor op dezelfde weg. Hetzelfde geldt voor als die auto hier ook hier naartoe zou gaan. Dan heeft de auto een korte bocht en de tram een lange bocht. Luistert de tram ook niet naar. Want de tram luistert niet naar regels, wel naar borden en tekens. He, zo kun je dat het makkelijkst onthouden. Misschien straks met oefenvragen wordt het ook wat duidelijker. Dan hebben we nog de afbuigende voorrangsweg. Staat dit bord namelijk onder het voorrangsbord, dan geeft het aan dat de Albertweg toevallig nu met een bochtje loopt. En dat dit de Bernhardweg is. De twee zijwegen, dat zijn de andere wegen. Hoe weet die gele auto dat hij dan moet stoppen? Nou, die zal waarschijnlijk hier ergens ook dit bord hebben staan. Maar dan met het rode bord, met de driehoek met de punt naar beneden. Het bloederige haaitandbord. En daar heeft al een hapje genomen, zeg ik altijd. Het is het bloed om het randje heen. Dus het driehoeksbord met de punt naar beneden en dit bord eronder. Dat kan niet anders.
Deze vraag kan je krijgen. Krijgen deze voertuigen altijd voorrang? Nee, alleen met zwaarlicht en sirene. Allebei moeten ze, anders is het geen voorrangsvoertuig. Zwaarlicht en sirene. Zo'n voertuig met zwaarlicht en sirene is een voorrangsvoertuig. En natuurlijk in de praktijk zie ik in mijn binnenspiegel zie ik een politieauto met zwaarlicht aankomen zonder sirene. Dan denk ik, ja, die is misschien op weg naar een bankoverval. En die wil natuurlijk misschien wel stiller aankomen. Hè? Dus natuurlijk ga ik er eens aan de kant. Maar officieel is het geen voorrangsvoertuig. Ja, dan hebben we ook nog de militaire kolonne. En die militaire kolonne kan je een klein beetje gelijkstellen met de rouwstoet. De rouwstoet, ja, die hebben bepaalde regels. Die zijn niet 100% gelijk. Maar als jullie dat zo kunnen onthouden met je tijdens examen, ben ik al dik te trainen. Hoe herken ik dan het eerste voertuig van een militaire kolonne? Nou, die heeft twee blauwe vlaggen. Waarom is dat belangrijk om te weten? Nou, omdat het voorste voertuig van een militaire kolonne en het voorste voertuig van een rouwstoet, dat lijken dan natuurlijk de belangrijkste voertuigen, maar ze krijgen de minste voorrang, want ze moeten zich keurig aan alle regeltjes houden. Dus, voorste voertuig militaire kolonne, voorste voertuig rouwstoet, kan je gewoon in gedachten een klein mannetje van 10 jaar op zijn mountainbike van maken. Want dat is het mooie van de wet, hè? Het maakt voor de wet niet uit of het een mannetje van 10 jaar op zijn mountainbike is, of een grote vrachtwagen met een aanhangwagen. De een is niet meer bestuurder dan de andere, ze hebben allebei evenveel rechten. Dus dat is ook belangrijk om te onthouden. Dus het voorste voertuig van een rouwstoet militaire kolonne moeten zich aan alle regels houden. Ja, maar toch vindt het CBR om het jullie wat moeilijker te maken en hebben ze één uitzondering uitgepikt. En wat is de uitzondering? Nou, ze hoeven niet te stoppen voor voetgangers bij het zebrapad, bij de VOP. Dus dat moeten we even onthouden. Het voorste voertuig moet zich gewoon aan alle regels houden. Eén uitzondering. Ze hoeven niet te stoppen voor voetgangers bij het zebrapad. Verder moet ik kunnen vertellen dat een militaire kolonne of een rouwstoet nooit mag worden doorsneden. Dus je mag er nooit tussendoor rijden. Maar ja, het CBR zou natuurlijk het CBR niet zijn, om dat net even weer lastiger te maken voor jullie. En natuurlijk hebben ze daar weer een uitzondering op gevonden. En als je dan kijkt naar deze situatie, dan zou je zeggen, oh, dus als ik op een voorrangsweg rijd, mag ik wel er voorbij. Ja, zo zou je het kunnen onthouden, maar dat zou ik liever niet doen. Nee, hoe gaan we het onthouden? Een rouwstoet en een militaire kolonne houden zich wel aan haaientanden. Eigenlijk hetzelfde als een tram. Waarom? Als de militaire kolonne nou op je examen op een plaatje hier vandaan komt, zit jij nog steeds op een voorrangsweg, maar mag je er dan tussendoor? Nee, want dan ga jij rechtdoor op dezelfde weg. En dat is nou een regel waar ze niet voor hoeven te stoppen. Want ze stoppen alleen voor haaientanden. Dus die moeten we even onthouden. Het voorste voertuig hoeft niet te stoppen voor het zebrapad. Voor de rest moeten ze zich keurig aan alle regeltjes houden. Militaire kolonne en rouwstoet mag je nooit doorsnijden. Behalve als zij haaientanden hebben. Ja, dus probeer het zo op die manier te onthouden. Nou, zo herkennen we natuurlijk de rouwstoet. Dat is een wat langere auto. Hoe herkennen we dan de familie die er achteraan rijdt? Die rijdt natuurlijk meestal in haar eigen auto's. Ja, die moeten twee van dit soort vlaggetjes op het dak hebben staan. En dat is natuurlijk wel belangrijk, want die mag natuurlijk niet doorsnijden. Ja, dus zijn er op een gegeven moment 30 auto's voorbij. En de 31ste auto heeft geen autootje. Vlaggetjes op zijn auto. Ja, dan hoort hij dus niet bij de rouwstoet. En dan is er de voorrang weer zoals die daarvoor was. Ja. Ja, deze vraag komt ook vaak voor. Hè? En de mensen die natuurlijk de USB al goed geoefend hebben met alle vragen, die hebben deze al een paar keer voorbij zien komen. En die weten ook vaak het goede antwoord wel. Maar waarom, dat is nog niet helemaal duidelijk. Persoonlijk had ik het veel makkelijker gevonden als ze een onverharde weg, want daar komt die tractor in ieder geval vandaan, een onverharde weg, gelijk hadden gesteld met een uitrit. Oftewel, wachten tot iedereen weg is, voetgangers, auto's, maakt niet uit wie, en dan mag je een keer gaan. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee, ze hebben het gelijk gesteld met haaientanden. En haaientanden, denk even terug aan het begin van de les, drie dingen. Stoppen voor iedereen, nee, niet voor voetgangers, dus voetgangers hebben sowieso pech. Alleen voor bestuurders. Stoppen voor alle bestuurders? Nee, die komen van de kruisende weg.
Heeft dat dus iets te maken met die witte auto? Nee, die zit op dezelfde weg. Dus welke regel blijft hier dus gewoon staan? Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor. Omdat die alleen wil stoppen voor het kruisende bestuurders. Niet voor kruisende verkeer, het kruisende bestuurders. Dus zodra je een plaatje krijgt met een onverharde weg, probeer er in je gedachten eventjes die haaitan in te photoshoppen. Dat is wat ik hier in het echt niet gedaan heb. En dat je dan gelijk denkt, stoppen, bestuurders, kruisende weg. De bus die wil wegrijden bij de bushalte vandaan, moet die lesauto dan stoppen? Nee. Waarom? We zitten buiten de bebouwde kom. En vorige week hebben we toevallig de snelheden behandeld. En voor de brompjesleerlingen is dat wat minder belangrijk natuurlijk. Wel belangrijk is niet om het getal te weten voor de brompjesleerlingen. Maar wel om te weten dat auto's na dit bord een heel stuk harder mogen rijden. En autoleerlingen die weten natuurlijk dat je na dit bord 80 km per uur mag rijden. Dus theoretisch zou deze lesauto nu 80 km per uur kunnen rijden. En als dan een kniplichtje aangaat van die bus en hij zou moeten remmen met 80, krijg je spannende toestanden, dan gaat het natuurlijk niet goed. Ja. He, dus dat geldt alleen die regel, stoppen voor de bus binnen de bebouwde kom. Ja, wat er was al met die trampassagiers, dan hadden ze wel voorrang, dan niet. Nou, het ligt er namelijk aan of ze veilig staan. Kijk, deze dames zijn net uit de tram gestapt en die willen nu oversteken. Maar er blijft maar verkeer komen. Moet het verkeer dan stoppen? Nee, dat hoeft niet, want ze staan prima. Ze kunnen best even wachten tot het even leeg is en dan kunnen ze oversteken. Want ze staan keurig op een verhoging, op een vluchtheuvel noemen ze dat dan. Je kan je voorstellen, als de dames hier uit de tram stappen, staan ze dan veilig? Nee, dan staan ze natuurlijk midden op straat. En dat geldt ook voor deze mensen, als ze natuurlijk willen instappen en het verkeer blijft maar doorrazen en niemand zal laatste ertussen, dan komen ze nooit in de tram. Dus, wanneer krijgen bestuurders, passagiers van een tram voorrang als je wil oversteken? Nou, als ze niet zo'n verhogingje hebben, als ze ineens midden op straat staan. Dus dat is even belangrijk om te onthouden. Nou, voor de Katwijkers, Rijnsburgers, Valkenburgers onder ons kunnen deze situatie misschien herkennen. Bij restaurant Peking, bij een café Het Wachtje daar ook, langs de autoweg. Want dan heb je een kruispunt en als daar een verkeer staat op groen wordt gesprint, dan krijgt de overkant ook ineens groen. Dus dan krijg jij groen en zie je de overkant ook op je afkomen. Ja, hoe komt dat? Nou, omdat er alleen een rondje in het verkeerslicht zit. Dus zie jij een verkeerslicht met een rondje, bestaat er dus de kans dat als jij groen krijgt, dat het tegemoetkomende verkeer ook groen krijgt. Niet links en rechts, dat zou verwarrend worden. Staat er nou een pijl in het verkeerslicht, hoef je daar niet bang voor te zijn, dan kan het niet gebeuren. Dus met een rondje kan het de overkant ook groen krijgen. En welke regels gelden dan? Ja, de regels voor dezelfde weg. Oftewel, wie blijft er doorgaan op dezelfde weg? Of wie heeft de korte bocht voor de lange bocht? Dus bij een groen rondje en die denken groen hup doorrijden, dan gaan misschien nog andere regels gelden. Nou, ik hoop dat het zo een klein beetje duidelijk was. En om het nog duidelijker te maken, komen we nu nog een serietje vragen. Om te kijken of het een beetje is blijven hangen allemaal. Mijn belangrijkste tip is als je zo'n plaatje krijgt. En dat je eigenlijk eerst gaat afvragen. Zijn deze bestuurders kruisend van elkaar? Of zitten deze bestuurders op dezelfde weg van elkaar? En in dit geval zie ik ook dat er geen borden staan. Dus dat gaat helemaal niks. Dan ga ik ook proberen om zo lang mogelijk de oplossing te zoeken in regel nummer 1. Oftewel rechts gaat voor. En niet korte bocht, lange bocht, rechtdoor op dezelfde weg. Nee, rechts gaat voor. En dan pak je gewoon twee partijen en denk je, nou ik pak deze twee bijvoorbeeld. Denk ik, nou zijn die kruisend van elkaar of zitten ze op dezelfde weg? Nou, ze zijn kruisend van elkaar. Oké, dan gaan we naar de kruisende weg. Staan de borden nee? Nou, dan is het heel simpel, rechts gaat voor. Wie komt er van rechts? De auto. Dus ik weet al, hij staat te wachten tot de auto gaat rijden. Dan hebben we nog te maken met de motor en de fietser. Nou, zijn die kruisend van elkaar? Jazeker. Wat ziet die motor? Die ziet een fietser en die komt van rechts. Dus de motor moet weer wachten tot de fietser weg is. Nou, dan ben ik eigenlijk al bij mijn oplossing, hoef ik verder niet eens meer te denken. Want hij staat toch echt te wachten tot hij gaat fietsen. En hij gaat echt niet in de fietser voordat hij weg is, anders ligt hij onder die auto. Dus wat is de volgorde? Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. En natuurlijk zie je rechtdoor op dezelfde weg tussen die twee. Maar zover hoef ik niet eens te gaan. Rechts gaat voor, is de oplossing. Nou, kijk even rustig naar dit plaatje. Neem even korte tijd voor jezelf.
En dat is ook wel belangrijk, hè, die tijd. Want tijdens je examen krijg je natuurlijk heel makkelijke vragen die je heel snel kan invullen. En je krijgt de vragen, ja, die zien eruit als dit. Wat moet je dan doen? Dan ga je even lekker achteroverleunen in je stoeltje. En ga je zeggen, nou, hier ga ik eens even lekker rustig voor zitten. Want je hebt tijd genoeg om te puzzelen. Nou, hoor ik mensen wel zeggen hier ook bij deze, de tram mag eerst, want die heeft het voorrangsbord. Ja, dat zie ik ook, ja. Maar wat betekent dat voorrangsbord ook alweer? Ja, drie dingen, hè. Dat hij voorrang krijgt. Van iedereen? Nee, alleen van bestuurders. Dus dat heeft eigenlijk nog niks te maken met die voetganger, oké. Krijgt hij dan voorrang van alle bestuurders? Nee, van bestuurders die komen van de kruisende weg. Nou, kijk ik nu naar de kruisende weg, wat rijdt daar? Ja, eigenlijk helemaal niks. Dus dat hele voorrangsbord, die kan ik in deze situatie zo uit de grond trekken, weggooien. Die heeft eigenlijk nul functie nu op dit moment. Maar de tram mag toch als eerste. Hoe komt dat? Nou, als ik naar de voetganger kijk in de tram, lopen ze dan en rijden ze op dezelfde weg? Jazeker. Soms is het wel eens lastig te zien, hè, waar de voetganger nou helemaal liep. Dan is de tip om even 5 seconden terug te denken. Dus wat liep 5 seconden terug, die voetganger liep onder Vriero. He, dus dan weet je, oké, hij loopt op de Albertweg. Die trein rijdt ook op de Albertweg. Wie gaat er naar de Bennerweg? Ja, daar haal je de tram. Dus rechtdoor gaat verkeer op dezelfde weg ervoor. Maar ja, het is een tram. Die luistert daar niet naar. Dus daarom mag de tram voor de voetganger. Dan hou ik nog over de tram en de auto. Ga ik me weer afvragen, zijn die kruisend of zitten ze op dezelfde weg van elkaar? Ja, die zitten op dezelfde weg. Nou, welke regel zie ik? Korte bocht gaat voor een lange bocht. Maar stopt de tram daarvoor? Nee, ook niet. Dus hij heeft wel de korte bocht naar de lange bocht. Maar dat zijn net die twee regels waar die tram zich niet aan houdt. Dus waarom mag de tram eerst? Omdat hij zich niet houdt aan rechter op dezelfde weg. En niet aan korte bocht voor de lange bocht. Oké, de tram is weg. Wat houden we over? De voetganger en de auto. Ga ik me weer afvragen. Zijn die kruisend van elkaar of zitten ze op dezelfde weg van elkaar? Ja, die zitten toch echt op dezelfde weg. Dus ik moet weer een regeltje gaan zoeken uit het hoekje. Zelfde weg. Ja, en dan zie ik toch eigenlijk nummer 1 van dezelfde weg. Ze zitten allebei op dezelfde weg. Wie blijft er op dezelfde weg? De voetganger. Dus rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg ervoor. Want een auto moet er zich daar natuurlijk wel aan houden. Nou, ik hoop dat deze een beetje duidelijk is. Nou, deze is ook wel eigenlijk vrij makkelijk. Want in één oogopslag zie je bij dit plaatje wie er als laatste mag. Want die auto die moet eerst wachten tot alle bestuurders op de kruisende weg zijn. Dus de tweewielers die zullen het eerst samen moeten uitvechten. Dan denk ik, oké, die tweewielers zitten hier op dezelfde weg op de kruisende van elkaar. Ja, die zitten op dezelfde weg. Wie blijft op dezelfde weg? Ja, die fietser. Dus eerst de fietser, rechter op dezelfde weg. Hij rijdt nog steeds op de voorrangsweg, dan de bromfiets. En als laatste mag de auto aanrijden. Deze is ook vrij makkelijk, hè. De scooter komt uit een uitrit. Dus ik weet gelijk dat die is als laatste. Ik moet niet eens aan te kijken als de laatste. Nou, dan is deze ook vrij simpel. Ze zitten op dezelfde weg, rechter op dezelfde weg. En dan de auto en als laatste de bromfiets. Ja, bij dit plaatje zou je wel best een beetje hoofdpijn kunnen krijgen. Dat je denkt, ja, hoe dan? Hoe moet ik dit nou oplossen? Hoe dan? Nou, als je even rustig kijkt, dan zie je dat er twee partijen zijn die sowieso even moeten wachten. En dat zijn natuurlijk de partijen met de haaitanden, oftewel de auto's. Dus dat doe je in gedachten. In gedachten doe je even dit. En ineens denk je, oh, dan zie ik hem gelijk. Want dan zie je toch echt dat deze hoofdweg eerst leeg moet. Dus fietser en de motor, hoe zit het tussen die twee? Ja, de fietser gaat rechtdoor op dezelfde weg. Dan mag de motor. Dan houden we over de twee auto's. Dan zie ik dat de oranje rechtdoor op dezelfde weg gaat. En als laatste mag de blauwe auto. Fietser, motor, oranje en dan de blauwe. Probeer dit soort plaatjes dus niet in één keer op te lossen. Deel hem op in stukjes. Denk van ja, wie moet er sowieso even wachten? Wie zit er op dezelfde weg? Wie zit er op de kruisende weg? Ja, deze. Nou, omdat ik hier een stopbord zie, ja, weet ik zeker dat deze fietser, ik kan het net niet zien, want de stokje houdt hierop, dat er hier ook een voorrangsbord staat. Of een voorrangsweg of een voorrangskruispunt. Een van die twee, dat kan niet anders. Ik denk een voorrangsweg, want die zie ik hier toevallig ook staan. Maar dat hoef ik niet te zien. Dus theoretisch mag deze hier staan. En hoef ik niet te weten wat hier staat, want dat weet ik al. He, want ik zie hier een stopbord, dus dit moet de voorrangskruispunt of voorrangsweg zijn. Dus wie mag er als eerste? De fietser.
Dan krijg je als tweede, wie mag er dan als tweede? Hoor ik wel zeggen, ja, die rode auto die mag als tweede, want die witte auto heeft een stopbord. Ja, maar dat is niet de reden. Ja, toevallig mag de witte auto als eerste, maar dat is omdat hij de korte bocht heeft. Want dat stopbord vertelt alleen dat hij moet stoppen voor de bestuurders op de kruisende weg. Dus niets te maken met wat rijdt op dezelfde weg. En als je goed kijkt, zie je dat een rode auto natuurlijk ook een stopbord heeft. Dat kan niet anders voor ons. Dan kan die fiets natuurlijk niet eens gaan. Voor mensen die zich afvragen, want dit is dus een Segway. En een Segway wordt ook wel door mensen die wat minder moeilijk, ja, die wat moeilijker kunnen lopen, maar die nog wel goed kunnen staan. Ja, die wordt wel door die de mensen gebruikt. Die denken, ja, ik kan in een rolstoel gaan zitten, maar dan zit ik zo laag. Of ik ga lekker hoog op een Segway staan, dan kom ik ook overal, dan kan ik mensen nog steeds aankijken. En wat hadden we in het begin van de les afgesproken over invalide voertuigen, ja, wat het dus eigenlijk een beetje is. Ja, die moet je behandelen voor waar die rijdt. En nu rijdt hij op de rijbaan, dus we moeten hem behandelen als een bestuurder. Nou, dan gaan we gewoon eens even twee kruisende bestuurders pakken. Deze en deze bijvoorbeeld. Ja, wat zien we? De Segway die komt van rechts. Rechts gaat voor. Oké. Dus hij staat te wachten tot hij weggaat. Dan hebben we nog de gele auto en de motor over. Waar komt die motor vandaan? Ja, die komt ook van rechts. Dus de gele auto moet wachten tot de motor weg is. Dus automatisch heb je de oplossing al. De gele auto als laatste, hij als tweede, als eerste. Dus 1, 2 en 3. Ja, rustig, alles twee. Je mag ook eerst deze twee doen en dan pas. Maar begin wel met kruisende bestuurders. Dat is het makkelijkst om de oplossing te zoeken. Nou, kijk even goed naar deze, wat de volgorde zou zijn. Ja, ik hoor nog wel eens bij deze. Dat de motor, die ziet dan de auto van rechts komen, dus rechts gaat voor. Dus de auto mag eerst. En dan de motor, want die gaat rechtdoor. Ja, maar gaat die rechtdoor op dezelfde weg van die fietser? Nee, natuurlijk niet. Dus dat is een regel voor dezelfde weg die je toepast op de kruisende weg. Dus dat kan niet. Nee, wat ziet die motor? Die ziet niet één bestuurder van rechts, die ziet twee bestuurders van rechts. Dus je ziet eigenlijk in één oogopslag, dat die motor als laatste is. Want die moet toch echt wachten tot allebei de bestuurders van rechts weg zijn. Die moeten er dus eerst uitvechten, de auto en de fietser. Zitten die op dezelfde weg op de kruisende van elkaar? Op dezelfde weg. En wie blijft er op dezelfde weg? In dit geval de auto. Dus tot nu toe de plaatjes die we zagen is dat die fietser bijvoorbeeld hier vandaan kwam. Maar dat kan natuurlijk ook inderdaad zijn iemand die van achter nadert. Dus ook dezelfde weg. Ja. Nou, voor mensen die de kruisende weg, dezelfde weg nog niet helemaal door hebben. Dat is dit de test altijd een beetje voor mij. Dus welke regel moet ik gaan toepassen? Welke vraag stel ik me als eerste? Zijn ze kruisend van elkaar of zitten ze op dezelfde weg van elkaar? Ze zijn kruisend. Dus ik moet een regel zoeken voor de kruisende weg. En wat zegt er weg voor de regel voor de kruisende weg? Nou, dat het rechts voor gaat. Ja, dus heel veel mensen denken nu nog, ja, maar die witte auto gaat toch rechtdoor? Ja, maar toch niet op dezelfde weg van de scooter? Ja, dus het gaat dus niet om wie er rechtdoor gaat. Nee, het gaat op de rechtdoor gaat wie er op dezelfde weg zit. Dan kunnen we die pas toepassen. En bij kruisend verkeer moeten we toch echt de regel rechts gaat voor toepassen. Hier hebben we de rouwstoet. Nou, nu zie ik al dat dit de voorste is van allemaal. En dan kan ik hier dus gewoon een klein mannetje van 10 jaar van maken in gedachten. Met andere woorden, hij krijgt nu geen bijzondere voorrang. Gaat hij ook niet erbij verzinnen? Nergens voor nodig. Nou, laat ik eens even kijken wat dan de oplossing is. Ik zie een rouwstoet en een auto. Zijn die kruisend van elkaar? Ja, zeker. Nou, welke regel zien we? Rechts gaat voor. Witte auto mag eerst. Dus hij staat te wachten tot de witte auto gaat rijden. Nou, de witte auto wil gaan rijden. Die ziet voetgangers die komen van rechts. Krijgen voetgangers van rechts voorrang? Nee, want dat is alleen regel voor bestuurders. Want voetgangers die van links of van rechts komen, altijd pech. Krijgen nooit een voorrang. Dus wie mag er als eerste? De witte auto. Dan houden we over de rouwstoet en de voetgangers. Ga ik me weer afvragen. Zijn ze kruisend of zitten ze op dezelfde weg? Ja, volgens mij zitten ze toch echt op dezelfde weg. Wie blijft er op dezelfde weg? Ja, volgens mij toch echt de voetgangers. Dus eerst de voetgangers en dan de rouwstoet. Dus voor de volgorde, auto, voetgangers, rouwstoet. Nou, kijk hier eens even rustig naar wat de volgorde zou zijn.
Nou, ik doe gewoon even als ene laatste en dan hebben we ons best weer gedaan, denk ik. Oké, okay. Ik zie de fietser heeft het voorrangsbord. Ja, die zit op de voorrangsweg, dus die mag natuurlijk sowieso eerst. De fietser is weg. Dan houden we over de motor en de auto. Dan zou je in het begin van de les misschien gezegd hebben, ja, de auto moet wachten, want die heeft haaientanden. Maar nu niet meer natuurlijk, want nu weten we, de haaientanden betekent dat die moet voorrang verlenen aan alle bestuurders die komen van de kruisende weg. En waar zitten deze twee bestuurders? Die zitten allebei op dezelfde weg. Dus we gaan een regel zoeken voor dezelfde weg. En in dit geval is dat korte bocht gaat voor lange bocht. Want ja, die motor had ook haaientanden, die komt ook gewoon bij haaientanden vandaan. Dus laat je niet in de war brengen door haaientanden, dat je gelijk denkt, joh, stoppen voor iedereen. Nee, stoppen voor bestuurders op de kruisende weg. Nou, de laatste, dat is ook weer zo'n leuke. Maar ook hier, even de rust. Even denken van, hey, welke partijen moeten nou sowieso even wachten? Ja, dat is deze natuurlijk en deze. In gedachten doe je even. En dan wordt het ineens een stuk makkelijker. Dan zie je die pijlen ineens lopen en denk ik, oh joh, eerst hij. Want die gaat rechtdoor. Dan hij. Dan zitten we alleen nog even met die tram. Want die motor gaat rechtdoor op dezelfde weg. Ja, daar stopt die tram nou weer net niet voor. Dus eerst de tram en dan de motor. Let op je examen even goed op trouwens. Dat is wel even een belangrijke tip. Want nu heb je zachtjes al wel een beetje door misschien de regels van de tram. En straks op je examen zie je zo'n groot geel ding in een plaatje. En denk je, oh, tram, 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 tram. Maar wat denk je, is het gewoon een bus? Dus kijk ook even of er een rails bij zit. Er zit er geen rails bij, is er gewoon een bus, hè? Die fout heb ik al eens gehoord. Dat iemand eindelijk de tram onder controle had. Ja, was het een gewone bus. Goed. Mochten er vragen zijn, kun je altijd via de app of via de chat nog even vragen stellen aan mij. Maar mijn belangrijkste tip is die ik voor jullie heb. Is leren. Want er wordt nogal gezakt de laatste tijd, merk ik. Er moet wel eventjes geleerd worden. En wat hoor ik vaak? Ja, ik zit thuis met oefenen nog op 10, 12 fout. Maar morgen op mijn examen komt het wel goed hoor. Dan heb ik er wel 5 of 6. Nou, dat denk ik natuurlijk niet. Dus je zal thuis toch echt een beetje op 3, 4 foutjes maximaal moeten zitten per onderdeel. Om het bij het examen, bij het CBR, het goed te kunnen doen. Waardoor de spanning maak je toch altijd 1 of 2 foutjes meer. Dus ga leren, leren, leren. Mocht je er niet uitkomen, kun je altijd even contact opnemen met de rijschool. Kunnen we altijd even 1-op-1 misschien gaan zitten met je. Om te kijken waar het aan ligt. Maar het zit hem wel in het leren. En niet oefenen totdat je een keertje 5, 6 foutjes hebt. Ik denk, dat gaat wel goed komen. Nee, leren dat je het echt weet. En dat je met een gevoel naar het CBR gaat. En dat je zegt, ja joh, ik mag 5, 6 fouten hebben. Maar 0 fout, dat ga ik niet redden. Maar minder dan 5 fouten minder, dat gaat me echt wel lukken hoor. Dat gaat me echt wel lukken. Dat moet je proberen uit te stralen voor jezelf. En niet, het zou zonde zijn dat je nummer 12 fout uit de Rijswijk vandaan komt uit halen. Dat is zonde van de reis. Dus leren, leren, leren. Zorg dat je niet voor niks er naartoe gaat. Goed, dat was mijn positieve einde. Bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Mocht je vragen hebben, geef ze even door via. En neem contact met de reisschool. Leer ze!